Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 3 november van Weerplaza. Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken. De zon die breekt nu en dan door, maar er kunnen ook een paar buien vallen. Vanochtend is er ruimte voor de zon, maar later vanochtend raakt het vanuit het zuiden bewolkt. En vanmiddag trekt er een gebied met regen van zuid naar noord over het land. De temperatuur stijgt naar 12 of 13 graden. Daarbij staat er niet al te veel wind vanuit het zuiden, hooguit windkracht 4 of 5. Op het IJsselmeer en op de Wadden. Vanavond is het overwegend bewolkt en regenachtig, maar van het zuiden wordt het geleidelijk aan droog. De temperatuur ligt rond een graad of 9. Morgen is het opnieuw wisselend. We zien overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd valt er regen of motregen. Er zijn ook wel droge momenten en smiddags wordt het opnieuw 13 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dinsdag en woensdag is het vaak bewolkt en soms regenachtig bij 9 tot 11 graden. Op donderdag breekt de zon door, maar kan er ook nog een enkele bui vallen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.